niet zo dat hij dacht van, nou weet je, na 3 keer, het is nu wel genoeg geweest. Ik ga weer eens over naar een ander onderwerp. Nee, dat moest. Ook niet schreven over Job Cohen. Dat was toch ook niet fijn. En gevoelig. En dan zei mijn vader wel eens van, Theo, dat kan je niet doen. Dat kan je niet maken. Want jullie spraken daarover met hem. Ja. Ja, want hij vroeg ook altijd, heb je het gelezen? Heb je het gelezen? Ja, dat moest het ook gelezen. Hij belde wel eens op. Dan zei hij, wat vind je hiervan? En dan las hij zo'n alinea waarin hij dan iemand pakte. Dat was gruwelijk. Echt gruwelijk. Dan begreep ik niet dat je dat leuk vond. Hij moest zich doodlachen. En het was niet alleen flauwekul. Het was echt verminkend. Maar was dat een soort boosaardigheid? Of was het gewoon... Ja, ik denk wel dat het boosaardigheid was. Ja, absoluut. Zat er een boosaardigheid element in. En ook een zelfdestructief element. Er zat in tegen. Maar goed, wat ik al zei. Ik heb daar nooit kennis mee gemaakt. In die zin hadden we misschien ruzie moeten maken. En had hij een vernietigend stukje over mij moeten schrijven. Om mij te laten voelen hoe dat was. Maar dan zou ik zelf hebben gedacht. Het is Theo. Denk jij wel eens van, weet je wat, hier houdt mijn mond eens over. Want ik weet dat ik zo'n gedonde krijg. En ik weet dat zoveel mensen weer gaan liggen woelen in die bedden. Ik doe het gewoon eens niet. Nou, ik heb dus 8 jaar gepresenteerd, zeg maar. Achterna gezeten, 3 keer vrijgesproken. Ik denk, wat godverdomme, had je nou niet een paar van die sitjokes iets kalmer kunnen opschrijven. Dat had wat zo mythe geschreven. Ja. Maar aan de andere kant, ja, ik meen nog steeds wat ik toen zei. Nou, ik denk ook dat mensen wel bang voor hem waren. Ja? Omdat hij gewoon bij machten was om heel naar tegen iemand te doen. Ook in het gewone contact? Hij deed voornamelijk ook met brieven. Ja. Dus het was niet, Theo was niet iemand die dan schreeuwend in de openbaar een ruzie zou maken. Behalve met Abu Jaya. Dat is toen wel gebeurd. Maar... En trouwens, die lokte dat ook uit, dat hij dan, maar die begon te roepen met viesvarken, dus daarom schreef hij terug. Maar dat zou hij niet doen. Hij schreef brieven. En die bezorgde hij ook zelf. Ja, die kreeg je in een bus. Ja, want hij wilde zeker weten dat je het kreeg. Grappige document. Ik kan je niet zeggen hoe dankbaar ik nog iedere dag ben nooit meer iets van jou of Tom te hoeven aanhoren. Daar begint hij dan mee. Ik wens jou veel sterkte met de creatieve pogingen. Nee hoor. Maar goed, ik zal even... Maar kon je daar toen ook om lachen? Ja, ik heb altijd op zijn... Ik zal je zeggen, dus heeft hij 3 weken, had Tom een vreselijke brief geschreven. En Tom die wou echt naar hem toe, die wou hem aanvallen. Ik vond het helemaal niet leuk. Ik vond die brief afschuwelijk. Ik had zoiets van, bel me op, kom naar me toe en spreek het uit. En zeg van, jongens, het is mooi geweest, we hebben een goede tijd gehad. We hebben leuk gewerkt, laten we ermee stoppen. Aan onze kinderen, brieven. Oh ja. Mijn dochter die werkte ook mee en dan schreef hij wel tegen de opluchting die over mij is gekomen is. Nu ik de knoop heb doorgehakt om nooit meer een film met je vader zal hoeven draaien, is met geen pen te beschrijven. Dat is tegen mijn dochter heel laag. Ik had wat geld verloren met beleggen en zo. Nou, dat wijde hij flink over uit, dat ik beter kon beleggen op de beurs. En, ja, dat eindigde hier ook. Bijvoorbeeld met, ik prijs de heer nooit meer met mevrouw Fokker in 1 ruimte te hoeven verkeren. En ik herinner me tegelijkertijd ook de prachtige vertolking die mevrouw ons schonk. Daarvoor zal ik haar altijd dankbaar blijven. En ik wens haar dan ook niets dan goeds. Succes en een echtgenoot die eigenlijk eens wat verdient op de beurs. Zou u mijn deelneming willen overbrengen? Een brief naar mij dat hij dan ook nog, nou ik kan het niet zo snel vinden. Maar goed, die brief aan mij die hij dan schreef was, dacht ik, nou ja, die stop ik weg en zo. In niets vermoedend, totdat ik op het filmfestival rondliep en eigenlijk al het gevoel had, dat kijken mensen raar naar mij en zo. Totdat, herinner ik me nog, Job Goschal naar me toe kwam. Die zei, vervelend hè, ik zeg, wat, die brief van jou, die Theo aan jou gestuurd. Ik zeg, hoe weet jij van die brief? Nou, zegt hij, ik heb die brief ook gehad. Bleek gewoon casting directors, iedereen maar even mijn carrière te kunnen schaden. Regisseurs, producenten, ja, uitvoer. Had hij die brief ook toegestuurd. Ja. Dat is een idiote reactie natuurlijk. Ik schrik daar nu pas van. Hier heb ik een brief van Theo aan ons. En er staat boven, mogen Allah u behoeden. Zo. Dus echt, krijg ik nu echt weer, dat heb ik me nooit gerealiseerd. Ik vind de islam een achterlijke cultuur en ik vind dat ik dat zeg, maar... Ik vind christendom in principe ook een achterlijke cultuur, hoor. Ik maak daar geen onderscheid in, maar ik vind dat ik dat zeg, maar...
als ongelovige hond. Hij was nooit bang voor zijn eigen archie. We hebben herhaalde malen gewaarschuwd. Nou, daar trok hij zich niets van aan. Ik was met de stad geladen dat Marokkaan op me afkwam. Spogen, hè, mij ook en dat soort dingen meer. Dan zei hij van, je moet je niet hier doen, hoe we thuis komen. Pythagorasstraat 133-1 hoog. Dan dacht ik, dat moet je niet zeggen, jongen. Je hebt een kind thuis en dat soort dingen meer. Die hele vijfde kolonne van duistere middeleeuwers van de islamitische zijde, die ervoor zorgt dat er geen toneelstukken mogen worden opgevoerd, dat je in bepaalde buurten van Amsterdam geen homo mag zijn, dat er geen gelijkwaardigheid is tussen man en vrouw. Waarom moet dat eigenlijk integreren? Mag ik ook vragen, als we denken... over het enige Kamerlid dat in Nederland bedreigd wordt en wat beschermd moet worden, Ayaan Hirsi Ali, omdat zij wel de ballen heeft om op te staan tegen die types die haar. Waarom moeten die mensen integreren? Waarom zouden we niet veel feller opkomen voor wat dan Nederlands is? Dat wil zeggen vrijheid van meningsuiting, vrijheid van God. Als er iets is waar de integratie belemmert, dan is het de VVD en het boek van Theo van Gogh. Ja. In augustus 2004 maakt Van Gogh samen met Ayaan Hirsi Ali een korte film over de onderdrukte positie van vrouwen binnen de islam. Die film, Submission, leidt tot felle protesten in de moslimwereld. De dag na Submission heb jij met hem gedraaid, hè? Ja. Na de uitzending. Ja. Waar moesten jullie toen zijn? In Den Haag. Ja? Ja, we moesten toen filmen in voor welke film was dat? Voor 0605. Ja. En toen moesten we ook filmen in een Marokkaanse wijk. Zelfs in een woning van een Marokkaanse jongen. Of van zijn zusje, geloof ik. Mm-hmm. En Theo en ik vonden het eigenlijk wel spannend. We waren heel erg benieuwd wat de reactie op de straat zou zijn. En zeker omdat we nu naar zo'n wijk zouden gaan, hoe mensen op hem zouden gaan reageren. Maar hield je je hart vast? Nou, ik moet je wel zeggen dat ik toen wel dacht van, heel benieuwd. Weet je, stel je voor dat iemand aankomt lopen en hem op zijn kop gaat slaan. En merkte je bij hem spanning? Ja. Toch wel? Ja, een beetje. Ja? Hij vond het wel spannend, ja. Maar... Nou, toen stopte bij het eerste stoplicht en er gebeurde helemaal niks. Nou, toen hadden we zoiets van, zie je wel, het komt wel goed. En toen we in die woning aankwamen, hadden we hele leuke, goede discussies hoor. Stevige discussies met die jongen en ook... dat was heel leuk en dat vond Theo ook op zijn best. Want hij kon zo goed die discussie aangaan over de islam en... maar op een normale manier, zonder kwetsen. Nou, daar ging helemaal niet, had hij het helemaal niet over geitenneuks of zo. Daar ging gewoon een heel goed gesprek aan. Nee, ik dacht wel eens van, ja, hij kan natuurlijk in elkaar geslagen worden. En dat was bijvoorbeeld het geval toen bij, in mei was dat geloof ik, 2004, toen hij in debat was met Abu Jaya, zo'n heavy chaos avond. Stad Schouwburg. In de stad Schouwburg, waar hij Abu Jaya de pooier van de profeet noemde. Mm-hmm. En met meer van 800 Marokkaanse jongens en meisjes. Ongeveer, ja precies. En toen belde hij me toen hij buiten stond, waarbij de bodyguards van Abu Jaya een beetje dreigend tegen hem deden. Mm-hmm. En hij belde mij, maar dat was in die zin een wat raar telefoontje zou je kunnen zeggen. Omdat... Hoorde je toen paniek in zijn stem? Ja, ik hoorde wel een lichte paniek in zijn stem. Ja. Want het zag er dreigend uit, blijkbaar. Maar hij bleef maar tegen mij vertellen dat er niks aan de hand was. En dat hij gewoon op het fiets naar huis ging, terwijl ik dat helemaal niet vroeg. Snap je? Dus maar omdat hij dat zei, raakte ik gealarmeerd en zei van, pak een taxi. Hij is op de fiets naar huis gegaan? Hij is gewoon op de fiets naar huis gegaan. Heb jij met hem daarover gesproken, van die loopt een risico? Ja, lang. Een paar keer. En wat zei hij zelf daarop? Nou, hij vond dat niet. Hield hij zich dan groot tegenover jou, of vond hij het echt niet? Nee, hij vond dat echt niet. Dat viel totaal buiten zijn zicht. Ja. Die werkelijkheid. Dat is wel weer raar. Dat je dat aspect, hè. Het op hol slaan van mensen, daar had hij geen verstand van. Dat zie je ook als hij die mensen beledigt in die columns, dat hij geen idee heeft wat hij eigenlijk zegt. Wat het effect is van hem. En wat het effect is. Ja. En de werkelijkheid ervan. Hij zegt, ik ben de dorpsgek. Hè? Ik word niet vermoord. Wie gaat er nou de dorpsgek vermoorden? Dat doet niemand. Hè? Waar je aan ziet dat hij ook zelf wel begreep dat hij niet altijd serieus werd genomen door iedereen ten aanzien van al zijn standpunten. En dat is zijn tragiek, dat hij door die Moloot natuurlijk serieus genomen.